In deze video ga ik jou laten zien hoe je op een simpele manier de bovenkant en de zijkant van je haakwerk kunt afwerken. Dit is heel handig voor een deken, maar ook voor de hals en de bord van een kledingstuk. Welkom bij deze serie over randjes en kantjes, deel 1. In dit eerste deel ga ik je laten zien hoe je een basis onderrand haakt om je haakwerk heen, waar je je haakwerk heel mooi mee afwerkt en die ook als basis dient voor verdere afwerking van randjes en kantjes. Ik ben Wendy en met mijn Keep It Simple haakmethode leer ik zowel beginnende als gevorderde haaksters om op een ontspannen manier de meest mooie creaties te haken. Door het simpel te houden houd je tijd over om te genieten en iedere dag een momentje voor jezelf te nemen. Als je een deken gehaakt hebt en je hebt alle draadjes weggewerkt, dan heb je in principe een mooie rechte zijkant, zeker als je het gedraaide keerstokje hebt gebruikt. Maar toch blijf je de overgangen zien. En ik hou er daarom van om het werk te omlijsten met een basis onderrand. En die ga ik je nu laten zien. Een basis onderrand sluit heel je werk in en vormt tegelijkertijd een basis om weer andere randafwerkingen op te gaan doen. Als je dus de zijkant van een deken hebt, kun je daar een rand op gaan maken door het volgende te doen. Je neemt een draad, maakt niet uit welke kleur wat je zelf naar jouw smaak het mooiste vindt. En die zet je vast met een vaste. Vervolgens haak je twee losse. 1, 2. En die leg je naast je werk zo. Dus dat dit gewoon losjes erop ligt. En op die plek steek je weer in en maak je een volgende vaste. Dan gaan we weer verder met twee lossen. En ik doe nu twee, omdat ik al een grote haaknaald gebruik en een wat grover garen. Je kunt daar natuurlijk ook, als je met ander garen werkt, drie steken van maken. Ik leg het de twee lossen er weer tegenaan en dan zie ik dat ongeveer hier weer de vaste moet komen. Weer twee lossen. Ik leg het werk er weer tegenaan en dan zie ik dat hier mijn volgende vaste komt. En op die manier ontstaat er dus een lijstje eigenlijk om je haakwerk heen. Het sluit het haakwerk heel mooi in en alle onregelmatigheden die vallen eigenlijk weg. Twee lossen naast je haakwerk neerleggen en de volgende vaste. Twee lossen. Losjes ernaast leggen en de volgende vaste. En dan zie je dat er een randje langs je werk komt wat eigenlijk alles insluit. Maar dit randje heeft ook openingen nu. Dat komt door die twee lossen die je iedere keer doet. En die openingen die kun je gaan gebruiken om weer schulpjes op te maken of picootjes. Dat ga ik je in de video hierna allemaal laten zien. Ik heb inmiddels de hele zijkant nu verder gehaakt en dan kom ik bij de hoek aan. En daar is iets wat je even moet weten. Als je bij de hoek aankomt, dan moet je opletten dat je niet op de hoek uitkomt. En dat kom ik ook hier gelukkig niet. Ik doe er eentje nog terug zo. Want we gaan hiermee ook de hoek om en dat geeft weer mogelijkheden voor schulpjes daarnaar. 1, 2,
Nou, dit is te kort om de hoek om te gaan. Dus doe ik 3, 4. En als ik dan hem er zo mooi overheen leg, dan zie ik dat ik hier weer mijn volgende vaste ga maken. En zo zie je dat je gelijk al een mooie afwerking van je hoek ook hebt. Nou, als ik nu op deze toer verder ga, dit is eigenlijk de mooiste om het te doen. Want kijk, hier werken we heel veel onregelmatigheden weg. En dit wordt straks nog heel veel mooier als we hier nog iets op gaan maken. Maar voor zo'n hele rechte toer, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een sjaal of een omslagdoek, kan het ook gewoon genoeg zijn om alleen dit randje te doen. En dan kijk je goed naar de steken die hieronder liggen. En dan komt het dat er zo uit te zien. Ik doe het nu met een afstekende kleur. Maar je kunt dit natuurlijk ook doen met dezelfde kleur. Bijvoorbeeld die roze. En dan zie je er nog minder van. Als je dus een deken in een hele kleur maakt, is het het mooiste om dus ook dezelfde kleur er omheen te zetten. Je haakt zo dus verder om je hele project heen. En op die manier leg je de basis voor een mooie randafwerking. Of als je het heel erg simpel wilt houden, is dit al voldoende. Het is dus een mooi lijstje om je haakwerk heen. Want als je kijkt naar het truitje wat ik momenteel aan heb, daar heb ik dus de V-hals overal geminderd. En dat zie je, hoe netjes het je ook doet, je blijft die hobbeltjes zien waar je hebt geminderd. Ook hier heb ik dus als basis de onderrand gehaakt en daarop heb ik pas mijn boord gehaakt. Ik heb deze onderrand dus ook gebruikt bij de hals van het strandtruitje waar ik de boordsteek voor deed. Deze boordsteek is ook op een onderrand gehaakt. Als je de boordsteek wil oefenen, zal ik hieronder in de beschrijving voor jou de link naar de video plaatsen. Als je deze tips leuk vindt, abonneer je dan ook even op dit kanaal en vergeet ook niet het belletje in te drukken. Dan weet je zeker dat je nooit meer een filmpje mist. Ik laat je nu nog even zien hoe je deze onderrand kunt gebruiken om verder op te haken met gewoon een simpel stokje. Ik heb het stokje eraan gemaakt en in die opening die je net hebt gemaakt, haak je dus je twee stokjes. En ik doe daar dus nu 3, want dan heb ik een mooie overloop naar het volgende gaatje, want je zit hier wel altijd met je steek ertussen. Ik haak de rand nog even verder tot de hoek en dan laat ik je de hoek ook nog even zien. Ik ben inmiddels bij de hoek aangekomen en hier kun je al prachtig het effect zien hoe je dus een rand langs je haakwerk krijgt zonder dat de deken zelf gaat bobbelen. Omdat hij helemaal mooi wegvalt langs de rand in de onderrand die je net hebt gemaakt. Als je de hoek omgaat, dan moet je nog even een tussensteek doen als je dat in dit geval met hele stokjes doet. En dan moet je kijken per deken hoe dat uit gaat vallen. Of je hier 2 of 3 stokjes moet doen. Ik schat zo in dat ik hier 2 moet doen. Dan doe ik 2 losse en dat wordt de hoek. En zo zie je, zo ga je ook de hoek om met je rand, terwijl die gewoon mooi
vlak blijft. Dit effect kun je dus allemaal bereiken door eerst een onderrand te haken. In het volgende deel van deze serie ga ik je laten zien hoe je schulprandjes haakt. Ik hoop dat deze tips weer nuttig voor je waren. Je kunt hier iedere vrijdag een nieuwe haakvideo verwachten. En volgende week dus deel 2 van de serie Randjes en Kantjes haken. Voor nu bedankt voor het kijken en heel veel haakplezier!